Bergen op Zoom werkt aan het thema Leefbare Stad. Hiermee willen zij de bereikbaarheid voor de winkeliers, leefbaarheid voor de inwoners en de impact op het milieu zo laag mogelijk houden. Logistics Community Brabant, oftewel LCB, helpt Bergen op Zoom hierbij door de verbindende partij te zijn tussen de private sector, overheid en de kennisinstellingen. Een van de oplossingen die zij gebruiken is de digitale atlas. Wij hebben als LCB de Atlas van de Leefbare Stad ontwikkeld. Dat is een digitaal platform waarbij we eigenlijk allerlei soorten data omzetten in beleidsrelevante inzichten. Om uiteindelijk het gesprek te houden over als dit de situatie is, wat gaan we dan morgen doen? We hebben het over heel veel verschillende segmenten, zoals afval, e-commerce, retail, vers. En al die verschillende groepen hebben eigen wensen, eisen en willen daarmee proberen hun eigen logistieke proces te optimaliseren. Vanuit de stadgedachte zou je willen dat de logistiek iets doet. En daar komt LCB in om eigenlijk te proberen al die partijen met de verschillende wensen en eisen aan elkaar te verbinden. Dat doen we deels door mooie voorbeelden te laten zien van pilots en allerlei experimenten door het land heen. Maar we proberen ook door de aangesloten kennisinstellingen juist kennis te verdiepen. Dat doen we in innovatieprogramma's, in pilots, in implementaties. En daar kunnen we echt wel enorm de hulp van een aantal gespecialiseerde adviesbureaus bij gebruiken. Een van die adviesbureaus is Dat Mobility, onderdeel van Goudappel. Zij zijn een innovatief bedrijf op het gebied van data en IT-oplossingen. Voor de Leefbare Stad geven zij inzicht in de huidige mobiliteitspatronen in de stad of in de regio. Nou, dat doen we eigenlijk door een veelheid aan open databronnen te combineren. Denk bijvoorbeeld aan telslangen of lussen die in de weg liggen en de hoeveelheid passerend verkeer meten. Maar ook aan grootschalige databestanden die iets zeggen over de omvang van de panden, de type panden die daar zijn. Maar ook over statistische gegevens over het aantal gemaakte verplaatsingen in Nederland of zelfs per persoon van de bevolking. Nou, dat zijn allemaal databronnen die op een verschillend aggregatieniveau zitten. Met wiskundige modellen proberen wij die te combineren tot een gemeenschappelijk inzicht over de mobiliteit in Nederland. En zodoende krijgen we eigenlijk tot op wijkniveau of zelfs op straat of zelfs op pandniveau inzicht in de hoeveelheid verkeer die daar geproduceerd wordt en waar het naartoe gaat. Nou, dat doen we zowel voor het personenverkeer als voor het logistieke verkeer. Nou, vervolgens kunnen we dat ook nog doorkoppelen naar prognosemodellen, waarbij we eigenlijk een inzicht krijgen in hoe de mobiliteit zich in de toekomst ontwikkelt. En dat gemeenschappelijke beeld kan eigenlijk zowel door overheden als voor andere partijen gebruikt worden. En dat data niet alleen handig is voor de leefbaarheid van de stad, hebben we gemerkt bij DSV. Een van de grootste logistiek dienstverleners in de wereld. Hier in Tholen zit DSV Solutions en zij houden zich bezig met warehousing en value-added logistics. Zij gebruiken real-time data op een strategische manier. Strategisch zorgt onze real-time data ervoor is dat we goed kunnen monitoren wat de trends zijn. En die trends die gebruiken wij om keuzes te maken om in een regio zoals dit te gaan zitten, in Tholen in Zuidwest-Nederland. Als je kijkt op tactisch niveau, kijken we dan naar, oké, we hebben een locatie, maar kunnen we flexibel zijn met verschillende modaliteiten? En hoe worden die modaliteiten ingezet? En hoe heeft dat voor effect op de real-time data? En als je kijkt naar het operationele vlak, ja, dan kunnen we echt goed kijken naar dagelijkse planningen. Wanneer komt iemand aan? Wanneer zit er vertraging eigenlijk op die aanvoer? Omdat we hebben hier natuurlijk voldoende mensen lopen die wachten op bepaalde shipments. En dan zie je dat vanuit een keuzelocatie, vanuit modaliteit en vanuit echt specifiek plannen van mensen of een organisatie. Maar om tot al deze oplossingen te komen heb je data nodig. En daarom wordt er gebruik gemaakt van prognosemodellen. Nou, bij prognosemodellen op de korte termijn halen we eigenlijk een hele grote hoeveelheid real-time data binnen over passerend verkeer op de weg, maar ook over de snelheden die ze afleggen. En dat halen we bijvoorbeeld uit mobiele databronnen zoals navigatiesystemen en mobiele telefoniedata. En dat vertalen we eigenlijk door naar prognoses voor het komende uur. En daarmee krijgen we inzicht in hoe files zich het komende uur gaan ontwikkelen. Nou, dat is ook voor de logistiek heel erg relevant, omdat je daarmee voor je ritplanning inzicht krijgt in niet alleen de files, dat er files op je route zijn, maar ook hoe die files zich gaan ontwikkelen en hoe groot ze zijn precies op het moment dat je daar op de bestemming aankomt. Het delen van data is natuurlijk heel erg lastig. Wij willen onze eigen data willen we best soms delen, maar onze klanten die vinden dat dan weer heel erg lastig, omdat je soms in dit soort warehouses meerdere klanten hebt uit dezelfde marktsegment. Maar waar je wel mee al kunt beginnen is kennis delen. En die kennis wordt natuurlijk gesupport door data. Dat is de eerste stap die je kunt nemen. Als je dat al begint te delen, dan wordt het ook minder spannend om uiteindelijk meer data te delen. Want dan weet je wat de waarde is. Hoe meer je laat zien wat voor voordelen het heeft. En dat kan echt door heel erg goed na te denken over het delen van kennis met data. Dan denk ik dat we grote stappen kunnen maken. En een bedrijf zoals wij, als DSV, willen daar heel zeker naar kijken. Want dat gaat naar de duurzaamheid heel veel ons opleveren. Nou, het doel is uiteindelijk een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor iedereen. En daar profiteert natuurlijk ook de logistieke sector van. Denk bijvoorbeeld aan betere reistijden in de spitsen.
Betere betrouwbaarheid van reistijden vooral. Beter inzicht in bijvoorbeeld de effecten van grootschalige werkzaamheden. Of de effecten in zero-emissiezones of autoluwe gebieden in steden.